krijgt kippenvel. Yeah. Hey, weet jij wat echt Pasen is? Dit feest heeft zoveel meer betekenis. Meer dan eieren zoeken of grote paasaanse koeken. Meer dan donzen geveren of samen eitjes versieren. Meer dan groen-gele stippen, nee, niets kan hier aan tippen. Jezus stond op uit de dood. Op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij is weer niet, want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft. Vandaag vieren we feest. Het is Pasen, Jezus is opgestaan. Hij leeft en is voor altijd. Happy Pasen, een nieuwe dag breekt aan. Vandaag vieren we feest, want Jezus leeft. Zochten zij bij het graf, maar eigenlijk was hij daar niet meer. Nee, want Jezus.